Hallo en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van Appel, de podcast van de Meester Hans van Mierlo Stichting. Ja, de coronacrisis, we zijn er bijna uit aan het komen, de pandemie, dus we dachten we gaan het even een keer helemaal anders doen. Vandaar dus nu de podcast Appel met een totaal andere opzet. Tegenwoordig doen we het weer gewoon lekker in de studio. We hebben iemand te gast, maar we hebben ook een co-host vandaag. En de co-host dat is Xander Prijs. En Xander Prijs, jij werkt bij de Familo Stichting. Wat doe je, Xander? Ja, dat klopt. Ik ben wetenschappelijk medewerker. Ik hou me bezig met sociaal-economische thema's. Op dit moment werk ik vooral aan meritocratie eigenlijk. Dat komt, ik had een artikel geschreven in de ID in ons blad. En dat ging over de verzorgingsstaat. En ik kreeg daar een aantal reacties op dat het wel een hele meritocratische inslag was. Toen ben ik bij mezelf te raden gegaan van, klopt dat? Ja. En nu ben ik aan het kijken hoe we de meritocratie en het sociaal liberalisme aan elkaar kunnen verbinden. En lukt dat? De meritocratie en sociaal liberalisme aan elkaar verknopen? Dat vertel ik wanneer dat klaar is. Want het is nog een flinke uitdaging. En vertel, wanneer is het ongeveer klaar, denk je? Dat gaat nog wel even duren. Ik denk in het najaar. Alright. Ik hoop in het najaar. Dus dan kunnen we in plaats van jou co-host maken, kunnen we jou host maken of gast maken. En dan kunnen we jou vragen, wat is er dan precies gebeurd? Dan kan ik iets komen vertellen. Heel goed. Ja, je achtergrond is econoom en dat komt heel goed uit. Want onze gast van vandaag, ja, dat is een man die eigenlijk bijna geen introductie behoeft. Het is een van mijn favoriete columnisten van het Financieel Dagblad. Zijn naam is Matthijs Bouwman. Welkom. Hallo. Hoi. Wat is het trouwens mis met meritocratie? Nou, dat is gelijk. Nadeel als je daar buiten komt, want het lijkt mij gewoon een voordeel van analyse. Nou, laten we gelijk er maar induiken. We wilden het eigenlijk over iets heel anders hebben, over de hele economie en alles wat er na de pandemie ging gebeuren. Maar die vraag, Xander, wat is er mis met de meritocratie? Een probleem, tenminste, een probleem dat we zien is, als mensen winnen, of altijd als mensen winnaar zijn van de meritocratie, dan krijgen zij heel veel status, macht en dat soort dingen. Maar als je verliest, dan krijg je te horen dat is je eigen verdienste. Dat heb jij gedaan. Maar als je niet mee kunt komen, dan krijg je te horen, ja, dit is je eigen schuld en jij hebt niet voldaan aan wat we verwachten. Ja, oké. En dat kan heel demoraliserend werken en dat kan wel een probleem zijn. Want Matthijs, jij ziet wel pluspunten in zo'n meritocratie. Nou, dat is dus weer een kwestie van definitie. Als je zegt, we hebben een meritocratie, dus we proberen mensen te behandelen op basis van hun kennis en kunde en inzet. Als je dat echt letterlijk neemt, dan lijkt me dat een goede uitkomst. Ja. Alleen als dat ervoor zorgt dat het erop lijkt, maar dat tegelijkertijd mensen geen kans krijgen om mee te doen en wel de schuld ervoor krijgen, omdat je beweert dat je dat systeem nou eenmaal hebt geïntroduceerd, dan lijkt het me wel een probleem. Ja. Daarbij in de praktijk kan het misgaan. Is een onderliggende vraag ook niet, en dat vraag ik dan als politicoloog, in hoeverre is iets als die kennis en kunde waar je op selecteert ook iets wat veranderbaar is? Want als je gewoon geboren bent met, ja, in dat boek van Kees Fuik, hè, wordt er over geschreven ook, hè, dat mensen worden gewoon geboren met bepaalde intellectuele capaciteiten. Nou, dat is leuk zo'n meritocratie, maar die selecteert alleen maar de bovenste 20%. De onderste 20% heeft gewoon pech vanaf de geboorte. Hoe zit dat, Xander? Ja, het is inderdaad, eigenlijk wat je ziet is, je hebt talent en dat wordt ofwel of niet gewaardeerd door de samenleving. En daar moet je maar net geluk mee hebben. Dus dat is een soort inderdaad een filosofisch onderliggende vraag van, het talent dat je hebt, dat is niet je eigen verdienste. Natuurlijk, we willen ook graag, een perfecte meritocratie zou inzet zou dat heel mooi zijn, want dan is het echt alleen maar inzet en de kennis die je hebt opgedaan. Maar een groot deel is ook gewoon geluk. Ja. En bijvoorbeeld, ik heb het geluk dat ik naar de universiteit kon en dat ik makkelijk kon leren. Maar heel veel mensen hebben dat geluk ook niet. Ja. Maar Matthijs? Maar ik heb daar wel als econoom wel een beetje moeite mee, want uiteindelijk moet je dan maar gaan vragen of wie ben je. Het is dan de vraag van, ben je dan inclusief je talent of is dat iets wat een sticker namens ons beheerder toevallig opgeplakt is? Ja. Ik ben geen topsprinter, dus ik ga niet elke speler winnen. Nee, ben ik. Al heel oneerlijk. Ja. Helemaal mee eens. Zo is dat bij mij wel ook wel gekneld hoor. Vandaar dat ik nu eigenlijk ook ingedoken ben van jou, want ik ben ook, tenminste, ik was altijd ook een overtuigd meritocraat. Van, de beste mensen op de beste plek. En eigenlijk het enige wat telt is wat je bijdraagt en wat je presteert. Ja, ik ben daarnaast natuurlijk gewoon een moreel mens zijn die vindt dat mensen die dan moeilijk mee kunnen komen, dat die aandeel mogen maken op deel van de welvaart, aanspraak mogen maken op deel van de welvaart. Precies. Dat kan tegelijkertijd. Maar om nou te zeggen van we gaan de verkeerde mensen op de verkeerde plek zetten, want dat voelt zo eerlijk, dan hebben we onszelf wat te pakken.
Dat is, dat is niet efficiënt. Nou, we zijn hier in, je hebt er ook last van, zijn hier in aanmorelen en walgelijke wezens, geloof ik. nou, dat, ik, dat is niet helemaal met je eens natuurlijk. Ik zeg maar het aanmorelen deel ondersteun ik wel een beetje. Hey, laten we dan van dat talent wat jullie hebben als economen, laten we daar gebruik van maken. Want inderdaad, het onderwerp van vandaag is de economie en hoe heeft die de hele coronapandemie eigenlijk overleefd. En Matthijs, laten we maar gewoon gelijk erin duiken. Als we een tijdmachine pakken, gaan naar een jaar terug, dan zou ik bijvoorbeeld jouw collega Kees de Kort, hoor ik op BNR spreken. Dit is vreselijk, zegt hij met karakteristieke stemgebruik. Ondertussen is het juli 2021. Het valt wel mee, toch Matthijs? Nou, ik moet echt onderscheid maken tussen sectoren, maar als je het, sommige ondernemers hebben het heel zwaar. Ik denk dat de armoede onder bepaalde groepen echt zwaar is toegenomen. Dus daar moet echt wel op meso-niveau daar wel beleid voor komen. We zijn helemaal niet klaar. Maar macro-economisch is het na de diepste recessie ooit, sinds we nou van kwartaalcijfers bijhouden in de lente van 2020, is het daarna eigenlijk. Ja, bijzonder goed gegaan. In de zomer was er al heel veel herstel van de economie. En de tweede golf, derde golf en de tweede lockdown, die hebben de economie veel minder hard geraakt dan die eerste. Ja. Dat de lockdown natuurlijk in grote delen van Europa, ook in Nederland, veel zwaarder was. Dus dat, en sinds het allemaal misging, zijn er eigenlijk vooral meevallers geweest. En ja, de overheid heeft natuurlijk ook echt een rol in gespeeld, maar er is meer aan de hand. Ik denk dat ook echt wel de onderliggende economie op een andere manier gereageerd heeft op zo'n corona. Pandemie dan op wat we gewend zijn aan normale crisis, ja. Die meestal door de economie zelf komen en daardoor blijkbaar veel langer. Ja, nou is een bekende quote, hè? Never waste a good crisis. We hebben dus blijkbaar iets goed gedaan de afgelopen tijd. Wat is dat dan precies? Ja, nou ik denk dat de belangrijkste reden komt niet door wat we hebben gedaan, maar het is echt dat echt in 2019 was de economie niet stuk. Zoals vlak voor de financiële crisis kun je echt zeggen van ja, terugkijkend, wat dachten we ook. Hè? Dat was volledig overgehefboomde en veel te veel schulden beladen economie met een zwak bankenstelsel. De recessie van rond de eeuwwisseling kun je echt van zeggen van ja, wat wil je als je zo'n heftige beursbubbel laat ontstaan in dotcom. Eerder hebben we natuurlijk oliecrisis gehad, die kwamen ook echt door kostprijsschokken in de oliemarkt. Daar moet de economie zich op aanpassen, we gaan zichzelf transformeren eigenlijk. En met deze recessie was dat veel minder het geval. We moesten eigenlijk alleen maar overleven om weer door te kunnen. Er hoefde niet een soort structurele verandering in sectoren of in schulden en dergelijke plaats te vinden. Het enige wat we moesten voorkomen was dat er onnodige faillissementen waren, dat er onnodig verlies aan skills zou zijn bij mensen die langdurig werkloos zouden worden, bijvoorbeeld een anderhalf jaar lang. Ja. En we moesten voorkomen dat er een bankencrisis zou ontstaan. En dat is allemaal heel goed gelukt, dus dat kun je de overheden dan weer toeschrijven, dat ze aan die randvoorwaarden hebben voldaan door onorthodox veel geld in de economie te pompen om de boel overeind te houden. Ja. Dus dat plan heeft gewerkt, maar dat we überhaupt zo'n plan moesten hebben, was omdat dit meer een incident was dan een structureel economisch probleem. Ja, precies. Dus het gaat niet om dat er echt iets fout zat in de economie, het is gewoon de economie stond er goed voor en daardoor konden we die klap opvangen eigenlijk. Ja, Klaas Pont van de Nederlandse Bank gaf de Nederlandse conjunctuur een 9 in januari 2020. Werd dat in buitenland gevraagd en niet de economie er zo goed voor stond, want we hebben allemaal problemen. Ja. Maar wat is nu de conjuncturele stand? Toen zei ik nou een 9. Ja. De centrale bankier die horen helemaal geen negens uit te delen, die horen natuurlijk. Ze zeggen nou een 6-minnetje, dat is hun werk. Dat was uitzonderlijk en zo zijn we ook die recessie ingegaan. Ja. En je ziet dat we er ook weer zo uitkomen. En dat had anders kunnen lopen en ik had het ook zeker niet zo voorspeld. En in die zin is het heel leerzaam. Ja. Het hoort ook bij dat wij natuurlijk in Nederland een relatief wendbare economie hebben gebouwd. Er wordt veel geklaagd over de flexibiliteit op de arbeidsmarkt, maar een deel van die flexibiliteit heeft ervoor gezorgd dat we er goed doorheen zijn gekomen, dat mensen ook iets anders zijn gaan doen. En die werden ontslagen in de horeca, die gingen bij Coolblue in het distributiecentrum werken. Ja. Zorg. En dat die flexibiliteit is ook echt wel nuttig geweest. En dat zie je ook dat Nederland het relatief beter heeft gedaan dan veel van de omringende landen. Maar dit is interessant dat je het zegt, hè? Want je gaf net ook al aan dat de impact van de hele economische crisis nu is wel ongelijk geweest. Tegelijkertijd zeg je dus dat het is wel heel fijn dat we een flexibele arbeidsmarkt hebben, want mensen kunnen dus makkelijk van de ene baan naar de andere baan lopen. Ja, dat gaat wel ten koste vaak van het levensgeluk van die mensen. Ja. Dus wat we niet goed georganiseerd hebben, is dat het altijd dezelfde groep is die dat moet leveren.
ik zou voorstander zijn dat de hele arbeidsmarkt wat flexibiliteit levert. Ja. En het overheidsbeleid is daar natuurlijk ook per definitie niet op gericht geweest. Ik heb me echt verbaasd over de gulle NOW, bijna nergens in de wereld zo'n gulle is geweest voor jongens. Dat is een voeding. Laten we even zeggen, om de loonkosten voor mensen met een vaste baan te blijven betalen. Ja. En zeker bij NOW 2 en NOW 3 was dat het geval. Terwijl er heel weinig is gedaan voor ZZP'ers en voor mensen die toch op straat kwamen, ondanks NOW, dat ze maar een tijdelijk contract hadden. En ja, die ongelijkheid die is ook niet te verdedigen, vind ik. En het hele sneu is dat op dit moment roept iedereen, inclusief de mensen die eigenlijk verstand van horen te hebben, moet je kijken hoe de ZZP'ers en flexwerkers last hebben gehad van de crisis. Dat bewijst maar weer eens dat dat model niet deugt. Nee, dat was natuurlijk gewoon een keuze van de overheid om de hele groep wel te redden met tot een ton gewoon 100% doorbetaald salaris, ja, en de andere groep af te schepen met de bijstand. Ik vond het heel erg aan dat nu de spin ontstaat dat die crisis ontsituleert over de arbeidsmarkt, terwijl er gewoon een hele grote beleidskeuze aan was. Ja. Nou, Xander, hoe zie jij dat? Xander Prijs? Ja, interessant. Ik ben het wel met Matthijs eens dat het grote verschil is natuurlijk dat deze crisis komt niet uit de economie zelf. Dit is een soort externe stressor geweest. En ik vind het wel een interessante analyse dat het bij de... Ja. Maar even de kern van die arbeidsmarkt, hè? Want dat vind ik wel interessant. Dat, we hebben nu een discours, we zijn al heel lang aan het worstelen over. Er komt ook een nieuw CER-advies, is er net uitgekomen. Heel lang zijn we wezen puzzelen over wat is nou de rol van die ZZP'er op de arbeidsmarkt. En nu zijn er dus inderdaad politieke partijen die zeggen, ja, zie je wel, het werkt niet, ZZP'ers, want ze hebben die crisis maar ternauwernood overleefd. Ja. Maar hier horen we dus eigenlijk, wat het dus laat zien is, we hebben ze gewoon in de steek gelaten eigenlijk. Ze hebben niet aanspraak kunnen maken op een NOE, niet aanspraak kunnen maken op andere dingen. In het begin van de crisis kan ik me nog herinneren, Erik Wiebes die zei, minister, die zei, dat is ondernemersrisico, dat ineens al je inkomen eruit is. Ja, eigenlijk hoor je dus nu zeggen, Matthijs, was gewoon oneerlijk beleid geweest. Dat is de ene groep bijvoorbeeld. Nou, het is natuurlijk altijd ondernemersrisico, maar als de overheid jou vraagt om in het algemeen belang je kapperszaak te sluiten, ja, dat is natuurlijk geen ondernemersrisico. Dat is gewoon, daar moeten we dan met z'n allen ook de prijs voor betalen. En in andere landen konden ZZP'ers wel doen op NOW. Dat had ook al makkelijk gekund. Dus ja. Dat je niet kon aantonen wat je inkomen was vorig jaar. Wat je jezelf aan mannenkosten had betaald. Ja. Zoals het bij die regelingen ging. En die regelingen waren ook allemaal zo gebouwd dat het letter zegt, sorry. Je krijgt ze ook als je er eigenlijk niet nodig hebt. Dat blijkt nu dat uit onderzoek van Financiën dat ongeveer de helft van de bedrijven die NOW heeft gekregen. Dat niet was vanwege corona, maar vanwege het feit dat we eenmaal een beetje omzetdaling hadden vanwege andere redenen. Ja, als je dat allemaal beschouwt, dat vergelijk je dan met een muziekleraar slash violist in het orkest die sappelend al het leven doorgaat en dan ook nog eens een keertje niet mag optreden en geen muziekles meer mag geven en dan van de overheid te horen krijgt van ga maar naar de gemeente, daar ligt nog een bijstandsregeling. Ja. Dat vind ik gewoon eigenlijk niet eerlijk en dan moeten we in ieder geval geen conclusies uittrekken of het wenselijk is of niet wenselijk is om ZZP'ers te hebben, want die hebben juist gezorgd dat die, zeg maar, die violist, die vaste dienst, dat die hun salaris konden blijven krijgen. Ja, precies. En, ja. Zo kun je het ook bekijken in elk geval, en ik vind dat we het allemaal van één kant bekijken. Ja, ja. En dus, hoe groot is die groep eigenlijk, die ZZP'ers? Want dat is ook geen kleine groep waar we het over hebben. Dat is een hele goede vraag. Volgens het Centraal Bureau voor Statistiek is het 1,3 miljoen Nederlanders. Dus zowel voor als tegenstander schermen graag met dat aantal, maar dat klopt helemaal niet, want dat zijn alle mensen die zeg maar zelfstandig ondernemer zijn zonder personeel in dienst. Dus ook de huisarts of de chirurg in het ziekenhuis vaak. Of dat zijn kleine winkeliers, boeren zijn het ook vaak. Dus die, als je die allemaal weglaat, dan krijg je nog weer een hele grote groep. Dat zijn mensen met een winkeltje, met die tuinmannen, hoveniers, die werken voor consumenten. Nou, die bedoelen we ook vaak niet als we het hebben over ZZP'ers. Zijn vaak wel slechts betaalde overigens. Maar die echte ZZP'er die business to business werkt, dus die waarvan je zou kunnen zeggen, dat had ook een werknemer kunnen zijn. Meestal niet hoor, maar waarvan je dat zou kunnen beweren. Ja, dan kom je niet boven de 500, 600.000. Dus de helft van de ZZP'ers waar altijd over wordt gepraat. Ja. Dat zijn eigenlijk niet de ZZP'ers waarover klachten zijn. En de grap is dat juist in die groep zitten wel de ZZP'ers met hele lage inkomens. Dus er wordt heel veel beleid gericht op zielige ZZP'ers, waar die vervolgens niet worden beïnvloed door het beleid. Omdat dat gewoon, dat zijn vooral business to consumer. Ja. ZZP'ers. Die er moeilijk van kunnen leven. Ja. Nou, dus in de discussie is helemaal vervuild geraakt door normatieve oordelen van de mensen die discussie voeren. En als je teruggaat naar de cijfers, dan valt eigenlijk met het ZZP-probleem heel erg mee. Zelfs
daar een advies over heeft gedaan. Die heeft helemaal geen onderzoek gedaan naar hoe groot nou die rol is, hoeveel schijnsels dat gemaakt zijn, hoe vaak nou ZZP'er in plaats komt van de werknemer. Laat staan hoeveel belasting ZZP'ers wel of niet betalen en of ze wel of niet bijdragen aan de collectieve sector. Het is allemaal onderzocht. Gewoon allemaal geconcludeerd op basis van gesprekken met bijvoorbeeld vakbond. Ja, maar nou, dat moest ik even kwijt. Ja, dat is heel goed. Maar wat ik interessant vind, hè, we kijken dus naar die economische effecten van de coronapandemie. Eigenlijk zeg je dus, nou ja, heel veel dingen zijn heel goed gegaan, maar voor ZZP'ers heeft het als een soort pressure cooker gefungeerd. En nu wordt dus extra duidelijk dat we een beetje, dat de ZZP'ers gewoon stiefmoederlijk behandeld worden. Dat is ja, maar de ZZP'ers zijn meestal niet zielig, hè, want ze verdienen gemiddeld meer dan werknemers. Ja. Ze zijn gelukkiger, ze hebben minder stress. Dus als je naar de indicatoren kijkt, dan wil je eigenlijk, als je van buiten komt, wil je het zo liefst mogelijk een ZZP'er worden, wat zijn eigen natuurlijk heel groot is. Ik denk dat we veel meer moeten hebben over mensen met nulurencontracten, mensen die van flex naar flex worden gestuurd omdat ze nooit een vast baan krijgen. Die groep, en dat is echt zeg maar helemaal aan de andere kant van het spectrum staan die ten opzichte van de meeste business-to-business ZZP'ers. Ja. Die groep, daarvan hebben we wel gezien dat ze door het tussen de spleten vallen, want ja, die hebben het grootste deel van de flexibiliteit geleverd. He, dus er zijn nu meer ZZP'ers dan voor de coronacrisis. Ja. Ze werken wel gemiddeld wat minder uren, maar dat zijn nu meer ZZP'ers dan daarvoor. De echte pijn die is geleden door met name jonge mensen op de arbeidsmarkt die geen vast contact hadden. Ja. En dus die discussie moet je ook scheiden. Je moet niet zeggen ZZP'ers en flexwerkers. Je moet zeggen flexwerkers. En voor ZZP'ers precies. Ja, precies. Ja, dat was eigenlijk een laatste vraag, want ik wil nog naar andere effecten van de hele coronacrisis, wil ik ook nog kijken, op de economie en onder andere staatsschuld en dat soort dingen. Maar eigenlijk, als ik je goed begrijp, zeg je dus, als het nu gaat over beleid maken voor ZZP'ers, die hele brede term, wees dan specifieker. Je hebt iets wat meer lijkt op dagloners aan de ene kant, versus mensen die dus inderdaad gewoon eigenlijk een eigen bedrijf runnen, maar gewoon toevallig even geen personeel in dienst hebben, het gewoon allemaal in eentje doen. Dat zijn zulke grote verschillen. Ik ben zelf ook ZZP'er trouwens. Ja. Ik hoef geen steun, ik ben niet zielig geweest in de crisis, ik heb het niet over mezelf. Ja. Even voor de duidelijkheid. Maar ik denk dat de meeste ZZP'ers kun je gewoon aan hun lot overlaten. Het is een groep ZZP'ers waarvan je gewoon moet verbieden dat ze worden ingehuurd als ZZP'er. Ja. En het zijn mensen die ja, echt het bestaansminimum daardoor leven, veel onzekerheid hebben, maar vooral ook in plaats komen van werknemers. Ja. Maar hoeveel dat er zijn, het zijn heel veel mensen die er heel grote woorden over spreken, maar hoeveel dat er maar zijn, daar is echt heel weinig over bekend. Ja. En het is opvallend dat ook de overheid het steeds maar weer, inclusief ons Wouter Koolmees van D66, die continu daar beleid op aan te voeren is en overleg te voeren met de vakbond, dat die dat soort basale vragen eigenlijk nooit hebben beantwoord. Het lijkt alsof dat al een gepasseerd station is, want iedereen vindt flex is doorgeslagen. Ja. Nee, beleid moet, we moeten dingen veranderen op de arbeidsmarkt, maar help vooral die mensen waarvan de vaste baan telkens weer, terwijl ze het wel willen, telkens weer achter de horizon verplaatst. Precies, die ligt telkens in de toekomst, dat komt ooit wel, is dan de vraag. Ja, en je ziet als je kijkt wie er nou werkloos zijn geworden tijdens de grote coronarecessie. Ja. Als je dan goed kijkt, dan zie je dat zijn dus alleen mensen met een flexcontract, want er zijn meer ZZP'ers eigenlijk de werkgelegenheid voor gegroeid juist in aantal ZZP'ers. En als je dan kijkt, zijn het vooral jongeren. En als je dan nog dieper kijkt, zijn het vooral scholieren en studenten. Ja. Dus dat is ook weer niet zo'n heel groot drama, maar die flexibiliteit is echt geleverd door scholieren en studenten die gewoon een jaar lang geen bijbaantje hebben gehad. Ja. Daar moeten we echt iets mee. Het is alleen niet zo, het is minder erg dan de huisvader of de huismoeder zegt, kinderen, er is geen eten meer, want ik ben ontslagen. Maar je moet daar wel iets mee, er moet een soort genoegdoening komen voor die groep. Ja. Wij stellen van schulden of geef ze allemaal een rijbewijs voor mijn part. Nou, die hebben echt pijn geleden. Ja, Xander, ja? Nou, je zegt net inderdaad ook de, mijn gedachte. Je zegt net, nu is je kwijt. Waar ik naartoe wilde was het zeiladvies. Je zegt net inderdaad, de coronacrisis heeft eigenlijk niet aangetoond dat onze arbeidsmarkt is functioneel is. Terwijl heel veel mensen dat wel aangrijpen om dat wel te doen. En dan nu komt de SER met een advies ook. En er is ook natuurlijk de commissie Boslab die niet direct corona als uitgangspunt heeft genomen. Maar dat zit natuurlijk ook wel verweven in hoe dat advies wordt ontvangen. Ik was wel benieuwd dat nieuwe SER-advies. Wat vond je daarvan? Ja, ik vond het ten eerste slecht getimed. Het was natuurlijk heel slim getimed, maar eigenlijk wel ondemocratisch slecht getimed.
Want we hebben natuurlijk net allemaal op 120.000 partijen kunnen stemmen. Ongeveer bij de laatste verkiezing met allemaal een hele dikke paragraaf over de arbeidsmarkt. En er moet weer informatie moet worden besloten welke plannen we gaan uitvoeren. En zo zou het eigenlijk democratisch moeten werken. En dan komt er plots weer komen de werkgevers en de werknemers en die leggen min of meer een dictaat op. Wat weer een zeg maar, volgende verkiezingsprogramma eigenlijk is. En dat gaan we dan vervolgens doen. Of in ieder geval, je moet nu bij goede reden formuleren om daarvan af te wijken. Dus dat vind ik echt wel kwalijk. En ik vind het ook helemaal niet toevallig dan, lijkt mij, dat de opsteller van het advies toevallig ook informateur is. Dus ik vind dat wacht even, zeg je dat het zelfs een ondemocratische praktijk is misschien? Dat het niet controleerbaar, niet transparant is? Ja, dat niet zoals we het ooit bedacht hadden. En dan, natuurlijk, de bol mag altijd adviseren, de bol heb je nodig voor arbeidsmarktbeleid. Maar zelfs bij het opstellen van die paragrafen in die verkiezingsprogramma is natuurlijk al veel gesondeerd met sociale partners. Vervolgens wordt het opgeschreven. Nou, straks als het wordt uitgevoerd, wordt het ook weer netjes afgeskaart met de Stichting van de Arbeid en dergelijke. Maar ja, juist in deze fluïde fase waarin partijen moeten komen tot gezamenlijk beleid, zou je daar eventjes je buiten moeten houden, denk ik. Maar ze gebruiken juist niet dat vacuüm om hun eigen zin nog even door te drukken. Nou, wat vind ik inhoudelijk van het advies? Ja, het is borstelak luid. Dus alle zaken die zorgen voor, nou, in mijn woorden, een meer starre arbeidsmarkt uit borstelak, die staan erin. En vervolgens staat er één dingetje wat misschien wat tot flexibiliteit zou leiden, staat er ook in. Dat is namelijk een soort NOW voor de toekomst. Een deeltijd-WW-regeling waarbij bedrijven kunnen zeggen tegen hun werknemers, er is even minder werk. We gaan niet 10 man ontslaan, maar we gaan allemaal 10% minder werken. Nou, dat is eigenlijk heel nuttig, hè? Dan maak je van iedereen een klein beetje zzp'er die een beetje in zijn loon en in zijn arbeidsuren meebeweegt met de conjunctuur. Dan hoef je tenminste niet dat radicale, binaire ontslag te gebruiken voor een deel van de mensen. Maar wat zegt dan het CER-advies? Ja, dat moet de overheid voor het grootste deel betalen. Dus er komt weer een soort nieuwe collectieve-achtige WW-regeling. Ja, dat had Boslap nou juist expliciet bij de werkgevers en de werknemers zelf gelegd. Ja. Omdat het natuurlijk ook iets is wat de conjunctuur doet. Hè? Dat zal af en toe vliegen wat minder, omdat het slecht gaat met de economie. En dat is eigenlijk best goed om ook bij de werknemer weer te leggen. In ruil voor meer baanbehoud. Ja. Nou, dus in die zin is het voor Boslap al niet al te sterk. Dit kan ook niet zijn. Heel makkelijk worden, ik wil dat hier ook ingaan. En dan vind ik het CER-advies een matig aftrek. Ja, hey, wij zijn ook we zijn op de straat opgegaan, dus we hebben even gevraagd op straat wat mensen nu vonden van de economie na de hele coronapandemie, waar we nu langzaam aan het uitkruipen zijn. Laten we even luisteren wat we op straat hebben gehoord in onze rubriek Vox Populi Vox Dei. Mankind is at liberty to choose what form of government they like best. Ik hoor het heel veel, maar op welke manier zou je precies rijk zijn geworden, zou ik eigenlijk niet weten. Omdat, ja, je hoort er heel weinig van in het nieuws. Je hoort alleen af en toe inderdaad mensen zoals wij die daar wat over zeggen van ja, ze worden rijker en dat soort dingen. Maar in het echte nieuws of tussen de NOS en dat soort dingen komt er natuurlijk super weinig voorbij. Dus ik moet zeggen dat ik vind het wel moeilijk om mezelf daar wat bekender mee te maken, zeg maar. Dus ik kan niet echt een goede mening erover vormen, omdat ik er te weinig van weet. Nou, ik denk sowieso dat tijdens corona dat wel heel erg naar boven is gekomen dat heel veel banen onnodig zijn. Dat er wel heel veel mensen zijn die eigenlijk een onbelangrijke baan hebben waar ze heel veel geld mee verdienen. Waar blijkt dat ze gewoon thuis kunnen werken en eigenlijk helemaal niks uitvoeren. Dus ik denk als dat een beetje naar boven is gekomen dat je daarop zou kunnen verminderen. Ik denk dat de coronacrisis niet de tweedeling moet vergroten. Ik denk dat je dan de kosten niet evenredig, maar juist meer bij de rekening moet verhalen, zeg maar. Onbelangrijke banen, dat was ik alweer helemaal vergeten inderdaad. Hè. Bij het begin van die coronapandemie, dat ineens iedereen thuis moest zitten, kregen we ineens dat onderscheid tussen essential jobs en non-essential jobs. Onbelangrijke banen. En we horen dus iemand op straat die zegt, nou, die onbelangrijke banen, die bullshit jobs, die moeten we eigenlijk maar afschaffen nu. Matthijs. Ja, het bullshit jobs bestaan niet, denk ik. Er zijn best wel mensen die misschien het nuttig kunnen maken om iets anders te doen. Ja. Maar onderzoek op het gebied van bullshit jobs is echt zelf bullshit. Dat was de socioloog David Graeber die dat zei, hè? Dit een of ander rapportje heeft hij uitgemolken. Als je daar induikt, dan blijkt dat er helemaal geen serieus wetenschappelijk onderzoek onder ligt. Maar wat deze meneer op straat zou willen zeggen, denk ik, is dat ja, het is interessant dat we op de een of andere manier een economie hebben waarbij er heel veel mensen e-mails versturen voor hun werk de hele tijd.
Daar verdienen ze heel veel geld mee. Of ze nou ZZP'er doen of niet, dat weet ik niet. Maar daar verdienen ze heel veel geld mee. Terwijl die hele pandemie en die lockdown nu liet zien dat de mensen die belangrijk werk doen, verpleger zijn, vuilnisophaler zijn, dat soort mensen, dat die A, onderbetaald worden, maar B, dat die ook zwaar onder druk komen te staan op het moment dat er een lockdown is. Ja, dat heeft natuurlijk veel meer te maken met de aard van het werk dan met of het werk nuttig is of niet. Ja. We gaan Picasso werkt ook vanuit huis, zeg maar. Is Picasso dan een bullshit job? Nou, veel mensen zouden zeggen van wel. Die zeggen dan dat kan mijn dochter ook. Dan gooi je hem weg en dan de vuilnisman ophalen. Nee, dus was bepaald type werk wat niet vanuit huis kon worden gedaan. Nederland is goed door die pandemie gekomen, economisch gezien ook. Ja. Omdat wij juist veel werk hebben wat wel makkelijk vanuit huis kon worden gedaan. En ook omdat we daar een goede digitale infrastructuur voor hebben. We hoeven niet eerst laptops uit te delen en internet aansluiting te kopen. Dus dat ging echt heel goed, maar dat bewijst helemaal niet dat als je vanuit huis werkt, dat het dan geen nuttig werk zou zijn. Integendeel, ik denk dat veel van het hoogproductieve werk op dit moment in Nederland, dat had juist wel thuis kan worden gedaan. Dat is de diensteconomie waar de wereld, dat verzin ik niet, de wereld steeds het hoogste bedrag voor over heeft. Allemaal mensen die vrijwillig besluiten hoeveel loon ze moeten betalen, die dat echt niet doen omdat ze zo vriendelijk zijn of omdat ze omgekocht zijn, die kiezen ervoor om juist dat soort werk te belonen. Vuilnismannen zijn ook heel belangrijk. Verpleegsters zijn natuurlijk in de pandemie extreem belangrijk. Ik weet ook niet of daar de arbeidsvoorwaardes in orde zijn, dat ik daar loon voor heb. Maar of je thuis kunt werken is voor mij geen maatstaf. Nee, helder. Xander, wat wou je zeggen? Nou, dat lijkt me inderdaad ook geen goede maatstaf, want heel veel inderdaad hoogproductief werk kan thuis worden gedaan. En volgens mij was ook het idee achter die bullshit jobs van het onderzoek, dat die mensen zelf zeiden, nou mijn baan, als ik niet naar mijn werk ga, dan gebeurt er eigenlijk niks. Dan gaat er niks stuk of dan. Maar ik weet niet of dat het criterium zou moeten zijn. Ja, wat ik begreep was dat David... Ik heb helemaal gelijk in, want juist het mooie van onze moderne economie, die natuurlijk bestaat, we zijn zo rijk vanwege onze arbeidsverdeling, dat we allemaal een klein stukje doen en daar heel goed in worden en dat samenvoegen. De grap is dat je nog helemaal niet meer goed weet wat nou eigenlijk de functie is in de hele productieketen. Dus dan kan ik me voorstellen dat je bent denkt van ja, als ik het niet doe, dan is het ook niet erg. Maar jij hebt dan ook niet het overzicht wat je eigenlijk bijdraagt aan de economie als geheel. Ja. Dus je moet dat het als laatste aan mensen vragen. Ik zou veel meer kijken van nou, werk je bij een beursgenoteerd bedrijf met hele strenge aandeelhouders en word je betaald? Nou, dan zul je wel wat nuttigs doen. Is natuurlijk nutloos werk, er is natuurlijk overbodige bureaucratie. Maar als het goed is het systeem ook op ingericht om dat steeds eruit te zijn. Ja. Hey, even een ander onderwerp, en het woord is al gevallen, productieketens. Misschien was een les van de afgelopen pandemie ook wel dat we misschien dat die ketens te lang waren, dat ze te veel van elkaar afhankelijk waren. En dat is dus onder andere waarom er nu in Brussel ook gesproken wordt over het concept Europese strategische autonomie. Matthijs, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, als het om mondkapjes gaat of verpleegstersjassen of misschien zelfs chips, maar ik denk het al niet hoor. Maar dan snap ik het helemaal. Medicijnen, vaccins. Dus ik kan best zeggen van nou, bepaalde dingen willen we gewoon binnen onze eigen jurisprudentie, binnen ons eigen juridisch gebied willen we organiseren. Want we vertrouwen de buitenwereld niet. We hebben bijvoorbeeld bij vaccins gezien dat Europa braaf dacht dat het een soort economisch project was, waarbij we natuurlijk aan elkaar leverden. Maar de Britten en de Amerikanen al heel snel dachten van nee, dit is een nationalistisch project. Ja. Geen vaccin verlaat ons land. Nou, dan word je dus genept door het feit dat je een leuke coöperatieve speler bent op de wereldmarkt. Nou, daar kun je dan heroverwegen. Verder niet. Als er iets is gebleken, is dat die productieketens te fragiel zijn. Dat hebben we eerder ook al gezien, maar dat zagen we nu echt. En dat betekent dat je op gericht moet zijn om productieketens robuuster te maken. En een van de oplossingen is alles zelf maken, maar dat is waarschijnlijk niet de goede oplossing. Waarschijnlijk is de betere oplossing op zoek gaan naar meer robuustheid in die keten zelf. Dus meerdere toeleveranciers, niet alles in China bestellen, maar ook bijvoorbeeld in Marokko of in Portugal of misschien in Latijns-Amerika. Daar wordt het allemaal een beetje duurder van, maar dan heb je meer redundancy in het systeem. Ook misschien wat meer voorraden aanhouden per productievestiging. Nou, dat wordt het duurder van, dus dan moet je misschien toch weer de productieketen wat meer condensen, wat minder opknippen in allemaal hele kleine stukjes, dat niet overal voorraad hoeft te liggen. Dus dat kan daar de consequentie van zijn dat je het wat versimpelt. Maar het doel moet zijn robuustheid en niet het idee van als we alles zelf maken, dan zijn we veilig. Want stel je nou eens voor dat je alles in Noord-Italië zou maken als Noord-Italiaan. En dan komt daar de coronapandemie. Ja, dan
mocht niemand naar zijn werk. En dan hadden ze gewoon geen eens brood meer kunnen eten in dat land. Ja. Dus je moet juist, ik noem het zelf strategische vervlechting, in plaats van strategische autonomie. Je moet juist zorgen dat je met economische verbindingen, dat is mijn mening hoor, en met economische afhankelijkheden, zorgt dat je aan elkaar blijft leveren en dat dat vervolgens die leveringszekerheid organiseren door bijvoorbeeld met meerdere partners samen. Ja, en ik hoor jou een paar sleutelwoorden gebruiken. Redundancy is er eentje, dat betekent dus niet afhankelijk zijn van één partner. En diversificatie hoort er natuurlijk ook een beetje bij. Ja. En dat hoeft dus niet per se in Europa te zijn. Dat kan ook daarbuiten eigenlijk. Nee, ik denk dat Europa. Amerika had eerst Trump natuurlijk. Ja. Daarna had ze Biden en die zegt eigenlijk hetzelfde. Die heeft het over Buy America. Dus die wil gewoon met zeker de noodhulp, met de steun voor de economie, mag alleen maar Amerikaanse productie worden gekocht. De Chinezen die hebben zo'n soort beeld van in 2050 maken wij alles in de wereld. En Europa heeft nu strategische autonomie. Het is eigenlijk allemaal hetzelfde, het is protectionisme. En het komt helemaal niet voort uit een idee van lessen van corona. Het komt gewoon voort uit het ouderwetse idee dat we onze eigen oude industrie moeten beschermen. Ja. En dat willen de Duitsers tegenwoordig ook, de Fransen willen het altijd al. En ja, dan moet Nederland toch tegen blijven sparkelen. Nu we het grote VK kwijt zijn als partner daarin, moeten we extra hard tegenstribbelen. In Europa opkomen voor. En voor protectionistische ideeën worden. Ja, ik vraag het ook omdat we zitten natuurlijk ook met het geld van het Europees Stimuleringsfonds. We proberen nu ook inderdaad te kijken van ja, hoe kunnen we dan de economie... En kijk, in Nederland is het dus best goed gegaan. Hè? Onze staatsschuld is geloof ik nu opgelopen naar 55%. Dus we blijven zelfs nu nog binnen de grenzen van het Europees Stabiliteits- en Groeipact. Maar de andere landen in onze broedergemeenschap Europa... Ja, dat zit ondertussen tegen de 100% aan, zo niet ver daar overheen qua staatsschuld. En we zouden dus kunnen kijken of we het economisch investeren, het enigszins misschien dan Europees protectionistisch investeren in de economie, alsof dat we het kunnen gebruiken om juist inderdaad Italië bijvoorbeeld nou, een duwtje in de rug te geven, een steuntje te geven. Ja, nou, die effecten van corona zijn heel verschillend. Ja. Heel verschillend uitgepakt op verschillende landen. En helaas toch weer het zwakst getroffen zijn de landen die het altijd moeilijk hadden. Dus ook voor een deel toevallen, want dat zijn landen waar toerisme bijvoorbeeld heel... grote rol spelen. Maar ook landen die wat minder digitaal waren, wat minder dienstensector hadden, dus wat minder makkelijk thuis konden werken tijdens de lockdown. Ook soms hardere lockdowns instelden, om politieke redenen of om gezondheidsredenen. En dat echt niet eens meer naar de fabriek mocht in bijvoorbeeld Italië of Spanje of in Frankrijk soms. Nou, dat betekent dat Italië, Spanje, Portugal de laatste tijd ook weer, dat Griekenland valt dan nog mee, maar die hadden het altijd heel zwaar. Dat die landen nu weer verder achterstand oplopen. Op het noorden. Ja, en dat kun je niet hebben in een monetaire unie. En dat moet een mechanisme zijn in een monetaire unie waarin er vrij automatisch dan geld gaat naar die landen, zodat ze hun economie kunnen stimuleren. En daarom is dat noodfonds toch wel een gouden greep. Het puzzelstukje wat echt ontbrak in de monetaire unie. Hadden we eigenlijk al lang moeten hebben zoiets, maar je had blijkbaar een coronacrisis nodig om dat te beginnen. Je kunt niet echt één centrale munt hebben, niet één centrale bank hebben. Als je niet ook iets doet, zoals Amerikanen ook doen, tussen staten, aan een soort automatische stabilisatie van de conjunctuur. Ja, want voor mijn begrip, ik zit hier met twee economen en ik als arme politicoloog, ik heb geen idee, wat gebeurt er dan als je dat niet doet? Wat gaat er mis? Ja, dan kun je niet meer een één-rente-beleid voeren voor één gebied. Hè. Dat is even heel simpel, het is een beetje de boekentheorie, maar je kunt één centrale bank hebben met één rentestand, als die economieën ook dezelfde rentestand kunnen hebben. Ja. Maar bijvoorbeeld in Nederland is straks de inflatie bijvoorbeeld heel hoog, en dat zeg ik niet dat het gebeurt, maar spreek voor dat het gebeurt. Dan moet de rente omhoog voor Nederland, maar in Italië is de massawerkloosheid, dus daar kan de rente niet omhoog. Want ja, dat neemt je economie nog verder af. Ja. Nou, als je dat, dan kun je eigenlijk niet, pas je niet in dezelfde monetaire unie. Nou, vanaf het begin is dat in Europa natuurlijk al een beetje misgegaan, dat er landen bij zaten waarvan je dacht, nou, past dat wel. Maar door corona is dat veel erger geworden. Ja. En dan gaan we dus uiteindelijk weer buitenlandse... Nou, binnenlandse speculanten op de kapitaalmarkt gaan dan eens kijken van ja, overleeft dat eigenlijk wel? Dit kan niet volgens onze theorie. Ja. Dus dat kunnen we niet eens gaan gokken dat er iets misgaat in zo'n land. Dus gaan we een beetje tegen zo'n obligatie speculeren. Nou, om dat te voorkomen, dat ze er ook niet eens aan denken, heb je naast monetair beleid ook echt wel een groter beleid nodig. Want dat gedeeld wordt om. In Amerika gaat dat via de WW. Als één staat hele lage werkloosheid heeft, dan betaalt het toch veel. Belasting aan de centrale overheid, waaruit de WW wordt betaald voor staten waar de werkloosheid wel heel hoog is. Niemand die dat merkt, niemand die demonstreert of niemand die een referendum organiseert daarover, maar zo wordt wel
zeg maar 10% van de conjunctuur wordt uitgesmeerd over het land als geheel. Maar dit is raar interessant. Dat raakt ook aan een onderwerp waar we het de vorige keer in de podcast over hadden. De oude stijl was dat nog. Namelijk, is het ook niet eens tijd voor Europees sociaal beleid? En inderdaad de vraag naar, moeten er regels komen voor onder andere dingen als minimuminkomen en sociale verzekeringen? Voelt het misschien te ver om het daar nu over te hebben, Xander? Wat denk jij? Ja, dat denk ik ook. Maar ik denk ook dat het twee verschillende dingen zijn. Want een minimuminkomen bijvoorbeeld, Europees, is denk ik wel wat anders dan een stabiliteits- en groeipact. Ja. Denk dat dan ga je ook meer het sociaal domein in, waar eigenlijk de Europese Unie nu nog niet heel veel competenties heeft. Ja. Ook zo afgesproken. En ik denk dat dat ook wat anders ligt dan waar we het nu over hebben. Ja. Ik denk wel dat je zo'n soort collectieve WW zou je wel kunnen gebruiken om zeg maar dat geld te verdelen. Hoeft het niet altijd via overheidsprojecten. Want het nadeel van het huidige of nieuwe fonds dat er komt, en dan moet toch weer overheden weer plannen indienen. En voor je weet maak je de collectieve sector in die landen weer groter, omdat er wat geld via de overheid verdeeld wordt. Terwijl als je toch een deel bijvoorbeeld van de WW, maar goed, dan moet eerst die WW-regels een beetje op elkaar lijken in de landen, zou verdelen via een centrale pot, zou dat eigenlijk veel neutraler zijn. Ja. Maar ik ben wel bang voor een soort sociale ondergrens voor heel Europa, dat dan voor landen die nu een beter sociaal stelsel hebben, omdat ze wel vaker zijn, daar een soort race omlaag naar de bodem gaat leiden. En landen die nog moeten groeien, dat die niet kunnen groeien omdat ze zichzelf wegconcurreren, ook voor zeg maar derde landen buiten Europa. Omdat ze eigenlijk ten opzichte van hun gemiddelde inkomen een te gulle sociale sector moeten opbouwen. Ja. Dus ik zou daar mee oppassen, maar als herverdelingsmechanisme tussen landen om die conjunctuur uit te vlakken. Ja. En liever WW dan zo'n pot met overheidsprojecten. Dat is interessant. Allerlaatste vraag. Puur de vraag, wat kan de burger nu dan doen? Want die andere Europese landen, nou ja, we hebben dus het stimuleringsfonds. Dat zorgt ervoor dat de begrotingen redelijkerwijs binnen die monetaire unie op poten blijven. Maar wat kan nu de onschuldige burger die nu luistert, wat kan die doen om die buureconomieën in onze broedergemeenschap, om die een beetje op te proppen? Ja, niet zoveel. Je kunt op vakantie gaan in Spanje, maar ja, voor je het weet neem je weer een van de variant mee. Dus het zou niet zijn advies zijn voor dit jaar. We moeten gewoon nog eens even heel voorzichtig op vakantie gaan, want we zijn helemaal niet gered dit jaar, maar najaar, dat weet ik nog helemaal niet zeker. We zijn weer ingetrapt vorig jaar. Hey, wat ik denk, dat klinkt een beetje slijmerig, maar wat je vooral moet doen, is achter die euro gaan staan. Ja. Zolang er onzekerheid blijft over de euro, en zeker Nederland is dus echt wel een van de landen die daar continu onzekerheid over zaait. En ook niet meewerkt met hele praktische oplossingen op dat gebied in Brussel. Ja, ik zou als burger eens laten horen en zeggen van ik vind die euro, ik hou er niet van, ik ben er niet voor, ik ben er niet tegen, maar al mijn geld zit erin. Dus hallo overheid, kun je even zorgen dat goed georganiseerd wordt. Ja. Zo. En ja, je laat je niet meeslepen door alle idiote doemverhalen. De euro zou volgens mij al 10 keer zijn geklapt en niet meer bestaan. Nou, hij is er nog steeds, sterker dan ooit. We gaan nu Europees geld lenen en het buitenland weet niet hoe veel miljarden ze moeten aandragen, omdat ze allemaal zo dolgraag tegen 0% rente in Europa hun geld willen beleggen. Ja. Zo erg vertrouwt de rest van de wereld in de euro. Nou wij nog. Nou, dat is denk ik een mooie laatste boodschap inderdaad. Dank Matthijs Bouwman. Wij door naar de sociaal-liberaal van het moment. Want dat is een nieuw item wat we hebben, sociaal-liberaal van het moment. Xander, wie is volgens jou nu de sociaal-liberaal van het moment? Ja, de sociaal-liberaal van het moment is Pieter Haaskamp, directeur van het CPB. Is ook ooit in deze podcast geweest, Oude Stijl. Heeft eigenlijk niks met zijn benoeming tot deze nieuwe titel te maken. Hij schreef laatst een opinie in het Financieel Dagblad, waarin hij zegt Nederland moet eigenlijk cryptovaluta in de ban doen. Zoals Bitcoin en Dogecoin. Want hij denkt dat het knappen van de crypto zeepbel is onvermijdelijk en dan gaan heel veel mensen heel veel geld kwijtraken. En om die mensen tegen zichzelf te beschermen, moeten we eigenlijk gewoon kappen met die onzin. Want het is een speculatief financieel product waar eigenlijk geen echte waarde onder ligt. En het kan ook nooit een betaalmiddel worden volgens hem, want het is daar veel te volatiel voor. Dus de waarde is niet waardevast. Het daalt, het stijgt, het gaat alle kanten op. Dus dat kun je nooit echt als een goed betaalmiddel zien. En ik vond dat wel een mooie sociaal-liberale gedachte. Niet zozeer het verbieden, want ik weet niet of ik daar zelf voor zou zijn. En dat is echt een paardenmiddel. Maar het is wel een mooi dilemma dat in zijn gedachtegang zit van moet je wat vrijheid van mensen afnemen door te zeggen van je mag dit niet doen. Ja. Door ze een andere vorm van vrijheid weer te garanderen. Want stel dat je een zeepbel knapt en mensen raken heel veel geld kwijt. Ja, nee, ga je gang. Ja. Ja. Dan ben je ook minder vrij volgens het, zeg maar, positieve vrijheid ideaal. Ja. Dus dat vond ik wel een mooie gedachte. Dit is een dilemma, want je weet niet of dit nou het beste idee is. Ja.
Maar ik vond het wel een mooi dilemma en ik vond het wel een mooie gedachtegang. Ja, dat wou ik namelijk net aan je vragen, wat je vertelde. Want ik dacht, ja, mensen kiezen toch zelf of ze in een bitcoin beleggen, ja of nee. Dat is eigenlijk keuzevrijheid. Ja, wie is de overheid om daarop in te grijpen? Nee, daar ben ik het mee eens. Dat is ook een heel liberaal idee. Maar aan de andere kant, stel die zeepbel knapt. En ik zeg stel, maar dat gaat sowieso gebeuren. Want als je dan nu kijkt hoe het op die markt ook gaat, ja, het is ook heel weinig toezicht op. Nou, even los van de vraag of het sowieso gaat gebeuren. Want ja. Stel je nou voor dat het gaat gebeuren, dan kun je toch altijd achteraf zeggen, ja, eigen verantwoordelijkheid. Ja, ik heb altijd geleerd, je mag nooit beleggen met geld wat je nodig hebt. Dus je moet altijd elke maand kijken naar, heb ik 5 euro over, 10 euro over. Dat kun je dan steken in een klein stukje bitcoin. Dat is wat je over hebt. Nooit, nooit, nooit. Dat is echt je eigen verantwoordelijkheid. Beleggen met geld wat je stiekem nodig hebt. Ja, daar ben ik met je, dat ben ik absoluut met je eens. Dat is ook nu gelijk een tip voor iedereen. Beleg nooit met geld wat je niet hebt. Nou ja. Kijk uit wat we nu zeggen, want voor je het weet zitten AFM op ons, dat als finfluencers aan het opereren zijn. Dat moeten we ook niet doen. Nou, maar dat zou eigenlijk wel goed zijn als de AFM even op ging letten, en niet alleen de AFM, want er is eigenlijk heel weinig toezicht nu op de cryptovaluta-markt. En het is inderdaad eigenlijk verantwoordelijkheid, maar als die bubbel knapt en hij is groot genoeg, dan gaat iedereen er last van hebben. Ja. Dus dat is het is een dilemma. Ik zeg ook niet dat we het direct moeten gaan verbieden, maar ik vond de gedachte heel mooi. Ja, dat in ieder geval de AFM daarop zou moeten letten en kijken naar wat het is. Je bent er echt van overtuigd dat die markt gaat knappen. Hoe hoog is de koers van 1 bitcoin nu? Ik heb geen idee hoe hoog de koers nu is. Ik weet in ieder geval dat Pieter Haaskamp er van overtuigd is. Ja. En hij heeft er natuurlijk oneindig veel verstand van, meer van dan ik. Dus, je zegt het heeft geen onderliggende waarde, dus uiteindelijk komt het gewoon neer op een nieuw soort tulpenmanier eigenlijk. Eigenlijk wel. En het is voornamelijk nu ook, het is interessant voor criminelen, want het is anoniem en ze hebben ook laatst eigenlijk het toezicht erop is eigenlijk versoberd. Er was meer toezicht en er was een rechtszaak geweest en nu is er minder toezicht op deze transacties. Ja. En daarnaast heb ik nog een eigen reden die Pieter Haaskamp niet noemt, maar bijvoorbeeld bitcoin, dat minen is ontzettend slecht voor het milieu ook. Dat is toch wel waar. Dat is een andere overweging om ook mee te nemen. Ja. Maar vanuit die gedachtegang dacht ik, ja, dit vond ik wel iets dat de titel sociaal-liberaal van het moment waard is. Heel goed. Pieter Haaskamp van het CBB, dat is de sociaal-liberaal van het moment. Dankjewel. Dankjewel. Heel goed. Top. Hey, daarmee zijn we aan het eind gekomen van...